Eenmaal per jaar pakt Aalsmeer extra uit. Wanneer het er namelijk om gaat de eigen vakmensen te tonen wat de Nederlandse bloemkwekerij te bieden heeft. Op de nationale vaktentoonstelling, die ook voor het publiek toegankelijk was, waren ditmaal 62 stands ingericht, waarin de in Nederland gekweekte bloemsoorten, waaronder de kostbare orchideeën, in al hun verscheidenheid te zien waren. De tentoonstelling, die wel de beste van Europa wordt genoemd, en die niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen, waaronder die van het Oostblok, bezoekers aantrok, werd gehouden in drie grote hallen van de centrale Aalsmeerse veiling, waar 6 dagen van de week bloemen op de modernste manier geveild worden. Aan de Fokker en Mals, 220 Carla, 62 jaar. Grossiers en handelaren bieden hier op de aangeboden partijen door een knop in te drukken, waarna hun bod langs elektronische weg onmiddellijk in een computer terechtkomt. Zo passeren dit jaar zo'n 30 miljoen potplanten en ongeveer 500 miljoen snijbloemen de Aalsmeerse veiling. Het is logisch dat juist in dit belangrijkste bloemencentrum van ons land jaarlijks die vaktentoonstelling wordt georganiseerd, waarop het merendeel der inzendingen uit Aalsmeer zelf afkomstig was. Slechts een kwart van wat er jaarlijks in Aalsmeer omgaat bereikt de binnenlandse afnemers. 3/4 ervan wordt geëxporteerd. Wat nog eens aantoont hoe belangrijk de bloemkwekerij is voor de nationale economie.